40 meter lang, 24 meter breed, 31,5 meter hoog. Of zo groot als een appartementsblok van 8 verdiepingen met zo'n 70 flats. Dat is de module die vanaf de werf van Fabricom in Hoboken op een ponton voorbij Antwerpen naar de Noordzee werd gemanoeuvreerd. De module wordt via de Golf van Biscayen naar Sestao gesleept, waar de module aan boord van de Simon Stevin zal worden gehesen, vertelt ingenieur en projectleider Koenraad Lazure. Dat is mooi voor de mensen hier om naar te kijken. Voor mij het meest spectaculaire wordt wanneer we deze module, die toch 1850 ton weegt, met één kraan gaan optillen om in één keer aan boord van de Simon Stevin te tillen. De module herbergt een zogenaamde valpijp en vormt het hart van het mijnbouw- en valpijpschip Simon Stevin. Wat we hier zien is de module. Daarin zit de valpijpinstallatie, wat eigenlijk het hart van het schip is. De valpijp die gebruikt gaat worden om stenen op grote diepte nauwkeurig te positioneren. Die installatie die gaat als één blok of één module naar Spanje gebracht worden om te geïnstalleerd te worden op het schip. De module, liefst 2000 ton zwaar, werd vanuit de ateliers met behulp van 16 SPMT's op het ponton gereden. Een uniek huzarenstukje. Uniek aan deze constructie en ontwikkeld door de Jan de Noe groep zelf, is ook de Motion Base, waardoor stenen volautomatisch en onafhankelijk van de scheepsbewegingen op zee op de bodem kunnen worden gestort. Want dit is inderdaad de taak van een valpijpschip. De bedoeling is om stenen met grote nauwkeurigheid te positioneren op dieptes tot 2000 meter. Dan kunnen we die stenen niet zomaar laten vallen, dan moeten we die geleiden door een pijp. En daartoe gaan we een 180 pijpelementen van 12 meter op elkaar stapelen, die dan die geleiding vormen om de stenen te installeren. De onderkant van die pijp wordt door middel van een ROV nauwkeurig bestuurd van op het schip. Deze module die u hier ziet, daarin zit de hele valpijpinstallatie, een groot rek voor al die pijpen en de installatie voor deployment en recovery. Dit schip dat zal vooral werken waar de olie- en gasindustrie bezig is offshore. De grote locaties zijn noorden van de Noordzee, de Barentszee binnenkort, de Golf van Mexico, Braziliaanse kust, Australië. Het 191 meter lange schip wordt nu verder afgewerkt op de scheepswerf La Naval in Spanje en maakt onderdeel uit van een ambitieus investeringsprogramma van de Jan de Noe groep ter waarde van 1,8 miljard euro. De planning voorziet dat de Simon Stevin begin november 2009 in bedrijf komt.